het Kouwenbergse kerkje in Aarle-Rikstel, een Nederlands hervormd godshuis midden in het katholieke Brabant. Ruim anderhalve eeuw het podium van de plaatselijke dominee, maar nu niet meer. Want ook Aarle-Rikstel had de afgelopen jaren te maken met de leegloop van kerken. Er moest een nieuwe bestemming worden gevonden voor dit bijzondere gebouw. En daarom werd in 2008 de stichting het Kouwenbergs Kerkje opgericht. Het is een rijksmonument met een beschermd interieur. Dat heeft beperkingen in uitvoeringen, maar gezien de opstelling van de banken en zo, en als dadelijk vanavond het helemaal vol zit met 75 bezoekers, heeft het ook een typische sfeer en een intimiteit waar je meteen eigenlijk zegt het wordt meer een huiskamer optreden. Voorzichtig, Nelleke, want het is een heel oud harmonium. Ja, het is een oud harmonium, ruim 130 jaar oud. En er zijn er nog maar drie van in Nederland die in deze originele staat te bespelen zijn. En dat is heel bijzonder. Ik wil het graag laten horen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De stichting wil het kerkje omvormen tot een modern cultureel podium met behoud van het historische interieur. Er worden muziekuitvoeringen, literaire bijeenkomsten en exposities georganiseerd en je kunt er zelfs trouwen. Vanavond staat er kleinkunst op het menu. De voorstelling is uitverkocht. Dit is gewoon uniek om dit mee te kunnen maken. Het is weer heel anders om in een kerkje een cabaretvoorstelling bij te wonen. Je zit er heel dichtbij, je bent erbij betrokken bij hetgene wat er zich afspeelt. Ik moet eerlijk zeggen, 3 jaar geleden, en ik woon al 36 jaar in Aarle-Rikstel, kwam ik in dit kerkje. En mijn mond viel open van verbazing dat we hier zoiets moois hebben. En dat we er nou dit mee kunnen doen, is helemaal te gek natuurlijk. Ik denk wel eens, ik wou daar kon dansen. Met vleugels zo licht als de lucht. Naar waar niemand